Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag ben ik naar het UZ Gent gegaan voor de allerlaatste keer. Ik weet nog goed hoe het begon, 6 jaar geleden, dat ik tegen mijn begeleiding zei van ik voel me meer man dan vrouw. Ik heb me nooit een vrouw gevoeld. Dan zei die begeleiding, we gaan meteen naar de huisdokter, wij laten dat opschrijven en wij gaan je proberen door te verwijzen naar Gent. Dan ben ik in Gent gekomen. Ondanks dat de wachtlijst toch al een heel lang was, want toen nog viel het nogal mee, ben ik bij de psycholoog terechtgekomen. En daar hebben ze mij toen gevraagd van hoe voel je en hoe ben je op het idee gekomen om van vrouw naar man te gaan. Heb ik toen allemaal op geantwoord. Ik weet dat ik in details allemaal moest vertellen wat ik niet leuk vond aan mijn lichaam, wat ik zeker wilde veranderen, wat ik wel leuk vond aan mijn lichaam en al die dingen. En ik had toen schrik van dat ze zo'n hoopje hadden waar je wordt afgewezen en een hoopje waar ze zo niet zeker waren, een hoopje waar je zeker en vast door mocht. Allee, zo'n beetje lijken alsof je moest een auditie gaan doen. Ook omdat ik toen schrik had van ja, deze heeft natuurlijk autisme, verstandelijke beperking en mentale beperking, dat ze niets gingen geloven. Dat ik dat wel degelijk wil, dus ik had daar een beetje angst in mijn hoofd. En toch kreeg ik achteraf telefoon dat ik toch in aanmerking kwam dat ze mijn verhaal gehoord had. Inderdaad, dat ik, ja, hoe noemen ze dat, genderfobie had of zoiets. Dat is een heel moeilijk woord. Dus ik mocht meteen starten. Toen mocht ik, heb ik heel veel bij de psycholoog geweest, mijn ouder en mijn mama. Is heel veel moeten komen praten. Wat vind jij daarvan? Hoe ga jij daarmee om? Want ze vragen dat ook aan de familie. Mijn broer ook. En mijn vrienden niet, want ik had niet zoveel vrienden op dat moment. En dan, een paar jaar later, had ze beslist van kijk, deze mag op de testosteron. En toen kreeg ik testosteron. En dat was voor mij een heel beleefd. Dat was voor mij al een hele grote stap dat werd gezet. Daar was ik heel blij om. Dat ik zo echt zo wat haargroei krijgen. Mijn stem ging veranderen en ik voelde me echt zo op straat. Zo, hier ben ik, maar ondanks dat ik een baardje kreeg en een snor, kon ik dat niet laten zien, omdat het toen nog ja, corona was. En dat was een heel raar gevoel tijdens de corona, want niemand zag gewoon dat jij al een baardje had of dat je een snor had, want je kon dat niet zien door dat mondmasker. En toen kwam dat hier en dat was zo een heleboel dingen. Ah ja, nu gaan we toch een beetje opmerken dat er wat haargroei is en zo. Dus dat was een hele belevenis. Een jaar later. Kreeg ik dan telefoon dat ik toch mocht starten met de operatie. Want mijn borsten werden dan afgedaan. Dat was ondertussen 3 jaar geleden. En daar was ik heel blij om. Omdat ze toch zeiden van ja, dat kan. En dat was echt zo'n opluchting van kijk, nooit iemand gaat dat nog zien. Nooit iemand gaat je daar nog mee vergelijken dat je een meisje bent. Ik was toen heel blij dat dat kon, dat dat mocht. En ik was echt een fiere man die daar stond van yes, het gaat gebeuren. De mensen die toen mee waren voor de operatie hebben mij zeer goed gesteund. En dat was ook al leuk. En dit zijn nu de littekens die er zijn. Je ziet ze niet meer goed omdat ik ja, ook wat haargroei heb en zo. Je ziet ze niet meer zo goed, maar ze zijn er wel. Maar het stoort me niet of zo. Het is niet dat het mij stoort. Integendeel, ik ben er eigenlijk fier op dat ik dat heb en dat het er mag zijn. Dan heb ik heel lang over nagedacht en overwogen of had ik ook een baarmoeder en eierstokverwijdering wilde doen. Omdat dat ook een beetje moest passen met dat heen naar de school. Want ik wou de school ook niet achterlaten. Ik dacht ook van hoe gaan we dat doen en zo. En uiteindelijk, 2 jaar later, dit jaar, hebben wij dan uiteindelijk in januari, februari een borst op. Hebben we de baarmoeder en de eierstokverwijdering gedaan. En daar ben ik zo blij mee dat je het toch hebt gedaan. Dat was zo'n overwinning dat je behaald had. Helaas, de andere operatie, nee. Ze zei dat ze iets vinden waardoor dat je niet zo'n grote litteken hebt op je arm. Of waar ze het ook vandaan halen allemaal. En dat je zeker bent dat het kans op slagen is. Je weet nooit. We zijn al zoveel dingen veranderd en zo. Je weet het nooit. Maar momenteel en staat dat niet op het programma, waarom ook niet. Het is voor gewone mensen al heel zwaar. We moeten ook lang in het ziekenhuis blijven en zo. En voor mij is dat nog zwaarder door dat ik dan heel veel prikkels ga oplopen. En ook met mijn beperking. En ik heb ook gewoon gezegd van, ik zie dat zelf ook niet zitten. Maar dat maakt u niet minder mannelijk of zo, totaal niet. Ik ben helemaal fier. Eigenlijk zien mensen niet naar je broek, maar kijken ze naar je gezicht en het geheel. Maakt me dat eigenlijk wel fier dat dat gewoon, ja, hoe dat ik nu ben en dat maakt me wel fier. En vandaag was dus de laatste keer
dat ik naar Gent ging. Zij wisten het zelf ook niet in Gent dat het de laatste keer was. Maar de begeleiding, die heeft gezegd van kijk, we gaan alles overzetten naar Sint-Niklaas. Waarom naar Sint-Niklaas? Ze zeggen van, je hebt toch alles gedaan? Ja, maar je moet wel jaarlijks op controle voor je testosteron. Dat is heel belangrijk, ook met de psycholoog praten en zo. Dus daar ga ik nog wel heel mijn leven mee doorgaan en moeten we doorgaan. Maar als het dan maar in is, het leven, dan is het dat maar. Dat is om de 2 weken een spuitje. Dus dat gaat eigenlijk nog wel redelijk goed. Dus als ik later oud ben, krijg ik nog spuitjes of zo. En daarvoor moet ik wel nog naar Sint-Niklaas, naar het ziekenhuis gaan. Maar dat is niet meer de trein pakken, de tram pakken. Dat is iets gemakkelijker. Ik kan gewoon met de fiets. En dat is een hele opluchting. Dat ik dat toch wel wat minder stress en zo. Natuurlijk, de allereerste keer dat ik daar naartoe ga, ga wel een beetje stress geven, want je weet nog niks zijn. Je weet niet wie die mensen zijn, je weet niet hoe gaat dat verlopen, gaat dat en zo. Nee, maar dat wel. Misschien neem ik jullie wel mee met het eerste verhaal in Sint-Niklaas. Dus normaal maak ik ook altijd vlogjes ervan, maar ik heb bewust gekozen om dit niet te filmen, omdat ik het allemaal mooi wil afsluiten. En ik dacht, ik ga achteraf wel een verhaal vertellen hoe het allemaal geweest is. Ze hebben bloed getrokken, ze hebben ook gekeken wat mijn gewicht is. Ik weet dat ik een beetje overgewicht heb, maar die meneer zei ook June, van dat dat te maken heeft dat ik ook niet zo groot ben. Ik ben maar 1,51 meter. Ik beweeg heel goed, maar door mijn autisme eet ik ook niet alles heel graag. Wat ik eet, zei het, is al een wonder op zich dat je toch wat groente eet. Want er zijn mensen die nog minder eten dan jij van gezondheid, dus daar was hij wel blij mee. Maar dat komt vanzelf wel goed, zei hij. Je beweegt ook veel. Het is niet dat je in je luie zetel zit of zo. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen in. En ik heb er ook geen problemen mee. Het zijn meestal de mensen die mij over aanspreken. Dus dan weet ik dat ik even in het verhaal gooi. En voor deze bloed geprikt om te kijken wat het testosteron op de juiste lijn zit of niet. En zo niet, dan geven we dan zeggen ze van, ah ja, je moet een beetje meer hebben. Of je, dit of dat, ja, dat bekijken ze allemaal. Hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Ik ben daar niet in verdiept. Ik ben ook geen dokter. Dus, ja, en ja, dat is eigenlijk allemaal wat gebeurd. De papier werd ook ondertekend dat alles naar Sint-Niklaas gaat, ook het dossier. Dus officieel ben ik dus eigenlijk helemaal klaar. En daar ben ik wel heel fier mee dat ik helemaal klaar ben. En dat ik nu ook weet wie ik ben, hoe ik ben. Ik heb altijd gezegd, ik ga mijn eigen niet veranderen. Maar nu kan ik volledig mezelf zijn. En dat maakt wel zeer gelukkig dat ik nu gewoon mezelf kan zijn. Dat ik hier gewoon kan staan met jullie praten daarover. En moesten nog vragen zijn over de transitie. Je mag me altijd sturen of je gewoon onreageert, dan maak je daar ook nog een video over of zo. Dus zijn nog vragen, stel ze gerust, maar hou het beleefd alsjeblieft. Want dat is het belangrijkste, dus hou het alsjeblieft beleefd, meer vraag ik niet. En dan krijg je zeker antwoord. Je kunt me ook altijd sturen op Instagram of op Twitter. Ik heb ook nog een fanclub. Dus ik zal proberen er wel altijd op te reageren als je vragen hebt of is het zelf in die transitie, dan wil ik daar zeker op antwoorden. Dus bedankt om te kijken en hopelijk vonden jullie dit een leuke video, dat is zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren, want er komen nog heel veel andere leuke video's aan. Zo lijkt de vakantie nog moet komen. Nog zoveel meer. Dus je gaat het van je eigen welzijn passeren. Maar in ieder geval bedankt om mij allemaal te steunen, om er allemaal te zijn. En ook te laten zien dat je gewoon jezelf kunt zijn. Dat is al niet gemakkelijk in deze wereld. Maar toch bedankt allemaal daarvoor en om mij allemaal massaal te steunen. Telkens als ik een nieuwe video poste, dat jullie toch allemaal reageren. Veel succes, veel plezier. Jij kunt dit, wij duimen voor u. Helaas heeft mijn moeder dit nooit niet kunnen meemaken. Maar ik weet wel dat mijn mama zeer fier zou zijn op geweest. Hoe ik er nu zou uitzien. En daar ben ik heel blij mee. Dus tot ziens iedereen. En hou je allemaal goed. Dankjewel.